Yo Nintendo fans, welkom op dag 8 in Pikmin 3 Deluxe. We zijn dus op zoek naar een mysterieus signaal. En in de vorige aflevering zijn we heel veel gele Pikmin kwijtgeraakt. Dat is ontzettend balen, dus we moeten weer op zoek naar nieuwe gele Pikmin. Dus ik neem er eventjes 30 mee. En ik neem ook even 40 rode Pikmin mee en nog wat donkere Pikmin. Misschien 20 of zo. Oké, jullie mogen eventjes gele steentjes verzamelen. Oh, maar nu verzamelen jullie rode steentjes. Ja, lekker handig. Of veranderen ze nu in geel? Ah ja, kijk, dan veranderen ze in geel. Nice. Ja, in de vorige aflevering zijn we dus echt onwijs veel Pikmin kwijtgeraakt, jongens. Ik zet alvast de rode Pikmin voor. Want we moeten eventjes ergens over een brug, volgens mij. Trouwens, ik kan gewoon met donkere Pikmin even deze muur laten slopen misschien. Oh, nee, niet. Nou, kom maar weer mee dan. Kom nou. Luister nou, jongens. Anders blijven jullie weer achter en dan gaan jullie weer kapot. Oh ja, we moeten deze brug over. Want als het goed is, lagen hier echt nog allemaal spulletjes die we mee mochten nemen. Ik weet alleen niet meer aan welke kant die lagen. Kijk, ik denk dat het sowieso goed is als 10 gele Pikmin deze bloem even meenemen. Misschien moeten we hier naartoe. Hoppakee. Ik heb even die twee andere daar naartoe gegooid. En dan wou ik zeggen, dan gooi ik wat rode Pikmin daar naartoe. Maar we hebben iets gevonden. We pakken een sterk signaal op, maar we kunnen er niet bij. Dus als we nog iemand hadden, dan zouden we wel kunnen. Oh, ik denk zomaar dat we de goede kant op gaan. Dit was een bericht van Olimar. Volgens mij gaan we goed, jongens. Gooi maar superveel Pikmin even daar naartoe. Ja, oké, dan hou je even 10 rode Pikmin nog achter hier. Dan gooi je die grijze ook even allemaal lekker daar naartoe. En dan neem je ook nog wat gele mee. Hoppakee. Oké, dan wisselen we nu even van poppetje. En dan gaan we dus ook de andere daar naartoe gooien. Ik heb alleen dus geen idee hoe zij nu terug moet komen eigenlijk. Dat wordt nog wel een probleem. Ik heb haar nu hierin gegooid, maar hoe komt zij terug dan? Anyway, we vinden nu dit. En we kunnen de groep dus in 3 splitsen, zodat we wat meer werk kunnen doen. Wat efficiënter. Oké. Ja, maar ik ben al blij als ik het gewoon overleef. Even kijken. Kunnen we dit chargen met z'n allen? Ja, kijk. En dan kunnen we dit dus uit de weg ruimen. Zodat we ook hier eventjes naar beneden kunnen. En dan hebben we dus nu een shortcut gemaakt. Nice. Lekker bezig, guys. Toppertjes. Brengen jullie even dat ding weg? Ja, ik ben wel bang. Straks lopen ze weer tegen vuurwezens aan of zo. Dat moeten we niet hebben. Oh, maar wacht. Nee, we zijn nu echt super dichtbij. Ja, deze poort moet blijkbaar ook open kunnen. Maar hoe dan? Nou, weet je wat? Als die niet open kan, kom dan allemaal maar gewoon even mee. Dat is wel naar. Dan kunnen we straks niks naar huis brengen. Eens even kijken wat hier is, jongens. Oh, ja. Ja, dit ziet er weer uit als een spannend gebiedje. Oh, jee. Gaan we hier een bosbattle tegenkomen? Het ziet er wel tropisch uit hier. Dit ziet hier wel chill uit. Alsof je hier op vakantie zou gaan of zo. Ja, daar is sowieso het mysterieuze apparaat. Maar sowieso is hier ook een baas. Ja, we kunnen nu heel blij zijn met z'n allen. Maar eerst moeten we denk ik een baasje gaan verslaan. De kapitein zegt, dat moet de bron zijn van het signaal dat ons hier naartoe heeft geleid. Maar waar is kapitein Olimar? We moeten uitzoeken waar hij is. Misschien als we dat apparaatje meenemen en naar de Drake brengen dat we hem kunnen vinden. Ja, helemaal hartstikke mooi. Wacht eens even, ik zie hier twee hintjes. Eerst even die hintjes pakken. Zie je, er komt hier een baas. Een meersluk. En als hij zijn gezicht laat zien, dan moeten we hem aan gaan pakken. En als hij aan het inhaleren is, dan moeten we bommen op hem gooien. Ja, goed om dit even van tevoren te weten, jongens. Oké, en dit dan? Als de Pikmin op worden gezogen door de meersluk, dan moet ik op mijn fluit blazen om ze weer terug te halen. Nou, oké. Gele Pikmin kunnen het beste graven. Let's go. Gaan jullie even graven. Oh, nee. Dit gaat helemaal fout. Nee. What? Kijk hoe groot het ding is. Kijk hoe groot die is. Oké. Juist. Top. Oké, we gaan wisselen. Naar de steen Pikmin. De donkere Pikmin. Ik denk dat hij zo boven komt. Oh nee, kijk, nu moeten we oppassen. We hebben nu een bom nodig. Maar waar halen we een bom vandaan dan? Halen we die hier vandaan? Kunnen we die hier uithalen? Ik denk het wel. Ik denk dat gele Pikmin even moeten helpen. Jullie zijn beter in graven, toch, jongens? Oh, wacht. Wat gebeurt er? Hij is dingen aan het gooien. Ja, kijk, bommen. Nice. Pak hem. Pak een bom. Oké, nu moeten we de bommensquad eventjes pakken. Of moeten we hem nu aanvallen? We moeten hem nu aanvallen. Let's go. Val hem aan. Pak hem. Lekker. Nee. Ik heb mijn bom nog weer gegooid. Nee. Nu moeten we sowieso geen bom pakken. Nu moeten we hem gewoon aanvallen. Ik ben denk ik wel wat Pikmin verloren. Weet je wat? Charge hem gewoon met z'n allen. Lekker. Oké, nee, kom terug. En terug. Komen jullie er ook maar even bij? Nu moet ik denk ik zo'n bom op hem gooien. Ja, kijk, nu gaat hij dit doen. Kan ik nu een bom gooien? Ik zie hem niet. Ik zie hem helemaal niet. Waar is die nou? Wat ga je doen, vriend? Wat ga je doen? Ah!
Ja, nu. Nu. Nu een bom gooien. Lekker. Oh, missen we hem. Ik heb hem gemist. Ik heb nu geen bommen meer over. Dat betekent dat we nieuwe bommen moeten halen. Go, 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 go. Bommetjes pakken, jongens. Oké, we moeten nu even kijken. Ja, hij komt nu daaruit. Chargen! Met z'n allen. Hoppakee. Nice. En kom maar terug, jongens. Kom maar terug. En nog een keer chargen. Pak hem. Goed zo. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. En kom maar terug. Heel goed. Jullie ook? Kom ook maar met die bommetjes. Ja, toppie, toppie, toppie. Oké. Ik ben nog niet heel veel Pikmin kwijt, jongens. Het gaat tot nu toe redelijk. Ik moet alleen die ballen dus rechterop gooien, die bommen. Ik denk dat ik 2/3 van zijn HP eraf heb nu. Want kijk, ik kan ook niet, zeg maar, ik kan hem niet targeten nu. Dus dat werkt volgens mij niet. Ha, super vette baas dit, jongens. Super vette baas. We gaan hem pakken. We gaan hem keihard aanpakken. Kijk, hij komt weer naar boven. Pakken! Oh, nee, 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 ik gooi een bom. Ik gooi een bom. Oh, kom maar terug. Ik gooi in een bom. Ik wou helemaal geen bom gooien. Volgens mij is hij niet eens ontploft, joh, die bom. Oké, go, 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 go. Kom op, rode Pikmin'tjes. Pak hem aan. Nice. Ga je nu inhaleren? Ah! Nu dan. Gooi nu een bom. Nu. Ah, ik gooi mis. Ik gooi mis. Maar, ah, ik... Oh, nee. Kom nou. Kom terug. Kom terug. Hij heeft mijn Pikmin opgegeten. Kom terug. Ik moet blijven fluiten, jongens. Ik moet blijven fluiten om mijn Pikmin te redden. Oh, nee. Kijk hoeveel die dan aan het opeten is. Kom. 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 Jeetje. Er zijn geen bommen meer. We moeten hem nu zo zien te verslaan. Kom op, kom op, kom on, kom on, kom on. Met z'n allen. Met z'n allen. De laatste Pikminnetjes zijn die nog over zijn. Kom hier. Hij gaat niet weer naar beneden nu, hè. Nee, hij gaat weer naar beneden. Kom op, we moeten hier helemaal aan de zijkant staan met z'n allen. Nice. Niet in de buurt komen nu. Aan de zijkant blijven. Ik heb nog 61 Pikmin over, jongens. Oh, er zijn er al 39 opgegeten. Oké, aan de zijkant blijven. Ja, goed zo. Dit gaat ons geen tweede keer overkomen. Zeker niet, zeker niet. Hij zoekt het maar uit, jongen. Oh, ik had die bommen moeten bewaren. Ik kan niet aan extra bommen komen nu. Ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen. Ja, hij gaat nu weer naar boven. Hij gaat nu weer naar boven. Kom op, dit is het moment. Nu moeten we hem pakken met z'n allen. Kom op, Pikmin. Pak hem aan. Sloop hem. Sloop hem, lekker. Hoppakee. Dikke doei, jongen. Wat denken jij? Jij kan mijn Pikmin slopen, maar ik sloop jou. Bedankt voor je gigantische meloen trouwens. En het mooie apparaatje. Oh, het is een hele leuke telefoon met foto's van een Fred volgens mij. Nou, laten we kijken of we ook alles mee naar huis kunnen nemen dan. Sowieso kunnen we niet alle stukjes meloen meenemen, denk ik. Die telefoon hebben we nodig. Hier hebben we 20 Pikmin voor nodig. Ik denk dat we net niet genoeg hebben. Oh, we hebben net niet genoeg Pikmin bij ons. Dan nemen we die andere dingen wel mee naar huis. Ja, ik moet die meloen nu wel meenemen, want anders kunnen ze er niet meer langs. Ah, misschien dat ik nog snel die andere Pikmin kan ophalen bij Elf. Elf, gooi even deze overige Pikmin nog naar de overkant. Brittany, jij ook. Oké, hoeveel heb ik er nu? Ik heb er nu 22, dus nu zou het moeten kunnen. De rest komt eraan en ik hoop eigenlijk dat ze dan nu de andere kant op gaan. Of moet ik dit even opgraven? Kunnen we dan een shortcut behandelen? Ontgrendelen. Oh nee. Oh ja, bommen halen we hieruit. Kom maar met een bommetje. En dan kunnen we waarschijnlijk deze poort zo, hoppakee, bombarderen. 1, 2, 3. Oh. Ook niet? Moeten we dit vaker doen? Volgens mij zit er wel een barst in nu namelijk. Anyway, we hebben ook de telefoon gevonden. En die hebben we nu naar de Drake gebracht. We krijgen een berichtje. Wat is het voor berichtje? Wat is het voor item? Ja, een hele mooie ouderwetse telefoon uit 1980 ook weer. Deze telefoon is gebruikt op deze planeet. Het is een heel krachtig signaal. En het bevat technologie die niet bekend is voor de Kopai. En zijn uitzender, zijn transmitter, die werkt nog. En de kapitein denkt, kan die samengevouwd worden? Kunnen we hem dubbelklappen? Ongelooflijk! Elf moet het even uitzoeken wat hier aan de gang is met dat ding. Okay, laten we deze muur kapot maken. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Nice. Zo, laatste bommetje. Goed gedaan, Pikminnetjes. Boom. Oké, zo maken we dus deze poorten open. Laten we nog even 5 gele Pikmin hierop gooien. Zouden we nog terug kunnen gaan met deze 65 Pikmin? We hebben nu shortcuts. Het zou moeten kunnen, denk ik. Ik denk dat we dat nog wel halen. Ja, dit moet nog wel lukken. We hebben nog 2 bolletjes over bovenin. Bij de zon daar zo. Dus met 1 bolletje zou ik me zorgen gaan maken. Maar ik denk dat we dat beest nog wel binnen kunnen halen, jongens. Kijk hem dan. Wat een gigantisch beest, jongen. Pak hem! Gele Pikmin, jullie mogen hem meenemen, oké? Oké, dan moeten we ook even lekker alle stukjes fruit meenemen. Want die heeft hij natuurlijk niet voor niks uitgespuugd. Volgens mij heb ik precies genoeg Pikmin bij me om ze allemaal mee te nemen. Of kom ik net iets tekort? Ah, ik kom net 2 Pikmin tekort. Nou, we kunnen nog een run doen straks. We hebben tijd zat.
Oh, we kunnen gewoon chillen, man. Kijk, ze gaan, jongen. Wat een beest. Hij is hier ook echt doorheen gekomen, zo te zien. Hij heeft deze kuil soort van gemaakt. Oké, nu moeten we blijkbaar tempo gaan maken, jongens. Nu moeten we tempo maken. We moeten nu teruggaan, zo langzamerhand. Kijk, daar komt een beest, jongen. Wat een gigantische unit. Fantastisch. Oh, kijk hoeveel gele Pikmin hier ook uitkomen. Super nice. Oké, daar komen nog 5 Pikmin aan. Met een stuk meloen. Jullie mogen alvast lekker de ui in. Blijkbaar zijn er nog Pikmin over. Oh ja, hier. Deze komen ook nog even een stuk meloen brengen. Maar ik ben dus benieuwd hoe Brittany nu terugkomt. Hoe kom jij terug, Brittany? Kan jij via deze kant? Oh, jij kan gewoon via het water, joh. Ik denk dat ik alle Pikmin nu wel zo'n beetje, hè? Nou hoop ik alleen dat Elf nog op tijd terug kan komen. Elf, redden! Ik weet nog geen eens of het erg is als deze gasten niet terug zijn. Ik denk dat ik het ga redden. 4... 3. Oh, 2. 1. Ik ben net op tijd. Echt net, jongens. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als een van deze 3 dus niet op tijd terug is. Of dat dan goed zou gaan. Of is het dan gewoon game over? Ben je dan gewoon klaar? Is je dag dan mislukt? Lekker hoor, beestjes. Ik heb niks voor jullie achtergelaten. Kijk, deze dag ging veel beter dan de vorige dag. En vandaag hebben we ook nog eens even een baas verslagen. Heerlijk, man. En we hebben allemaal nieuw fruit ontdekt. Heerlijk, man. Allemaal stukjes meloen. En in totaal hebben we nu 10 verschillende soorten fruit. En daardoor kunnen we een radar gebruiken om te kijken waar het fruit zich bevindt. Super nice. Ja, voorlopig hebben we nog voor 13 dagen fruitsappies, dus dat moet helemaal goed komen. Ja, je kan zien dat we in het gevecht met die baas wat Pikmin zijn verloren, maar uiteindelijk hebben we er heel veel terugverdiend. Vooral gele Pikmin, want die hadden we even nodig. En de kapitein zegt aan het einde van de dag, we hebben die beestachtige meersluk laten zien wie de baas is en het communicatieapparaatje gevonden. Elf is nu aan het werk om er een transmitter van te maken voor het communicatiesysteem van de Drake van ons ruimteschip. En hij is verbaasd dat de wezens op deze planeet echt alles eten. Dit was een goede dag, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor elke dag Nintendo video's. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Bazzel!